Straks zie je alles weer, dan zijn we. Yo! Welkom bij het Adelsjournaal. Het is weer vrijdag natuurlijk. Dan hebben wij dadelijk een babbeltje met Fons. We hebben natuurlijk twee spelers. En niet de minste weer die we in beeld gaan brengen en waar we mee gaan babbelen. Maar ik zit natuurlijk met, hoe heet het ook alweer, maat? De vermoedelijke opstelling. De vermoedelijke opstelling. Nou, u hebt allemaal de eerste aflevering gezien. Daar zaten we niet naast, hè? Die hadden we goed. Nee. Die was niet echt moeilijk, hè, Taak? Nee, die was wel nog heel makkelijk. Heel makkelijk. Maar deze week is het different cook, hè? Yes. Dit wordt kritisch. Want zeker met die griepgolf die daar heerst in dat vliegtuig terug uit Turkije. Ja, er was een griepgolf, ja. Wordt het link, wordt het moeilijk. Maar ja... Maar maat, als we dan even gaan kijken, we hebben de hele week de trainingen gezien. Iedereen lijkt toch redelijk fit. Ja, ik denk het wel. Ja. Denk, als het goed is wel. Nou, dan gaan we achterin beginnen. Nou, daar verandert niks natuurlijk. Daar heb je de vier dezelfde, met Tommy natuurlijk. En, heb jij KNVB gesproken? Heb je dispensatie gehad voor Tommy? Dispensatie voor Tom? Ja. Oh nee, die is geschorst, maat. Ja. Oh ja, nee. Yo, dit is het Adelsjournaal. De vermoedelijke opstelling. We beginnen gewoon helemaal opnieuw. Nee, we knippen niet, dat weten jullie. Nee, dat is logisch. Dus, maat, is de eerste vraag meteen. Wie gaat er achterin spelen? Ja, ik ga voor, Pinas. Pinas? Maar jij zei een keer tegen mij, de trainer die kiest altijd voor het been. Ja, maar ja, soms moet je wel eens... Kiest hij voor creatief? Ja, nou ja, ja, ik denk dat Pinas in Turkije een goede indruk heeft achtergelaten. En dat hij heel tevreden is, ook over het voetbal van Pinas. En dat hij rustig blijft aan de bal en lekker meevoetbalt. Dus ik denk dat hij voor Pinas gaat. Gaan die twee ook bij elkaar, Kanon en Pinas, naast elkaar? Ja, denk ik wel, ja. Okay. Dus de achterhoede even kortsluiten. Meijers, Kanon, Pinas, Troepé. Ja. Maar, dus dat is de achterhoede? Ja, dat is de achterhoede. Nou, die weten we al. Middenveld, verandert daar wat? Nee, er verandert niks. Middenveld is Bakkertje? Bakker, Elkriati en Immers. Hè? Immers. En dat staat? Dat staat. Ja. Maar... Ja, dat staat als een huis. Middenveld is goed, hè, maat? Ja, dat staat is goed. Is het anders geworden sinds Bakkertje in het middenveld loopt? Nou, ja. Ik denk dat die... Lex een beetje ontlast. Ja, hè? Dat Lex het niet meer eens eentje hoeft te doen verdedigend. Ja, maar toch vind ik ook dat Kayati werkt ook meer dan in het begin. Ja, die doet ook steeds meer. Dus dat is ook een goede zaak voor het elftal. Oké, maat. Maar als het maar voorin is het belangrijker natuurlijk. Want we hebben doelpuntenmakers nodig, ja. Inderdaad. En dan komen we automatisch aan de buitenkanten. Wie gaat die aan de buitenkanten zetten? Ik denk dat voor ons gaat voor Bekker, ja. En voor Lorenzen. Ja, nou, dat denk ik ook, maat. Dat denk ik ook. Maar ja, dus dat is ook weer een makkie. Maar de spits. We hebben Valkenburg. Nou, die heeft deze week niet zoveel getraind. Een beetje grieperig waarschijnlijk. Ja, en die was geblesseerd uit Turkije gekomen. Oh, dus. Die was geblesseerd ook. Ja. Oké, okay, hier. Dat is zo fijn als ik met Taki praat. Die weet alles, hè. Je hebt ook appies met verschillende mensen natuurlijk. Ja, maar ja, dat kunnen we beter maar niet kunnen maar maken. Nee, want, nee. Dan gaat iedereen alles aan je afvragen. Ja, houden we onder ons. Nee, houden we onder ons. Beetje zo. Maar maat, spits. We hebben natuurlijk Yuning Sang. We hebben Nesit. Valkenburg, eventueel. Ja. Wie gaat er deze keer beginnen hier in het mooie Karzien Stadion? Ik denk Sang gaat beginnen. Dus ik moet vrijkaarten uit gaan delen op de Wagenstraat en buurt daar. Ja. Dat Chinese gemeenschap die gaat denk ik, wordt, ja, dat wordt druk met de Chinezen. Waarom kiezen, want ik ook hoor, ik denk ook dat Sang gaat spelen. Waarom kiezen wij voor Sang? Ja, ik denk dat hij ja, op het moment gewoon meer kan brengen, iets meer brengt als Nesit. Er zit iets lekkerder in zijn vel, denk ik.
En, ja. Nou, als ik gisteren die 4 tegen 4 kijk en het partijtje wat ze speelden, dan kwam wel het meeste uit met Zang in de spits. Ja, nou ja, hij is in Turkije ook begonnen met Zang in de spits. Dus ik denk dat hij op dit moment ietsje voorlegt op Neesiet. Dus als hij dan moet kiezen, ja, dan... denk ik dat hij voor Zang kiest. Oké, nou ja, dit is de opstelling, ja, ja. Toch maat? Ja, ja. Hier gaan we mee spelen? De vermoedelijke opstelling. Sorry. Ja, dat moet ik er wel bij blijven zeggen natuurlijk, de vermoedelijke opstelling. Kijk, met griep weet je het nooit, hè? Nee. Nee, er kan vannacht ook nog wat gebeuren, maar als we het vanaf deze positie en vanaf nu, vrijdag, 16:15, kunnen zeggen, dit is de opstelling. Nou, jullie weten weer meer, gaan we babbelen met Fons, kijk mee. Dan gaan we naar Alberto. Ik hoop dat hij het doet. Test. Trainer. Hi jongen. Ik ben lekker in Turkije geweest natuurlijk. Was niet zo warm. Ik heb hier op de tribune gezeten bij Maurice. Dus als je nog vragen hebt over VVV, hoe hun gaan spelen, dan weet ik dat. Maar mijn vraag was eigenlijk, want je hebt daar 2 wedstrijden gespeeld. Waarom hebben jullie gekozen voor een moeilijke tegenstander? Nou, ik heb liever wedstrijden met veel weerstand. Dan kan ik het beste zien hoe we er zelf voor staan. Ja, dan vind ik vaak dat je daar meer aan hebt. He, natuurlijk, hoe hoger het niveau, dat merken hebben we ook gemerkt. Dat, als je een foutje maakt, wordt hij meteen afgestraft. Dus dat is wel zo. Maar daar leer je juist veel meer van. Kijk, ik kan wel een ploeg zoeken waar je met 10-0 van wint. Dat is misschien leuk voor 1 of 2 spitsen die er dan 3 of 4 inschieten. Maar ik denk als geheel dat je er niet zo heel veel aan hebt. En dit soort wedstrijden, ja... Geeft A aan hoe goed je zelf bent. En B, ja, als je dan door de mand valt, ja, dan weet je ook meteen waar je staat. En dus ik vind dat altijd heel leerzaam. Ja, daarom hebben we ook iedereen laten spelen. En weer een goed beeld van onze eigen groep. Nou, dan zijn jullie weer... hij doet het nog. We zijn weer terug in Nederland. Temperatuur iets hoger. En dan ga je trainen. Waanzinnig natuurlijk. En dan zien we vandaag zeg maar de ijsveger op het veld. Want er lag zoveel op. Ja. Heb je gewoon normaal kunnen trainen deze week met die car? Was je het gewend door Turkije? Ik heb heel goed kunnen trainen. Ja, nee, dat was wel even iets anders. Maar wil jij nog 1 keer ijsveger zeggen? Ijsveger? Ja, mooi. Nee, die car. Ja. Mooi. En die car? Ja. Nee, maar tot nu toe hebben wij hier goed kunnen trainen. Ja, het gaat nu gaat het vriezen. Ja, dan weet je dat je extra aandacht moet besteden aan je veld. Vooral ook dit veld, omdat het kunstgras is ook. Dat kan dan glad worden. Dus we hebben nu al inderdaad een protocol. Dat we iedere morgen om 8:00 zullen hier zijn om het veld te prepareren. Ja. Dus ik verwacht morgen geen problemen. Vandaag was de eerste keer, dus zijn we er een beetje door verrast. Maar we hebben het uiteindelijk nog op kunnen lossen. Als je zeg maar niet naar de griep kijkt... Hè? Is het elftal toch bekend wat morgen gaat spelen? Als je niet naar de griep kijkt. Kijk, we hebben de laatste wedstrijden voor de winterstop best wel een hoop punten gehaald. Dat was dan Zwolle uit, Willem II uit, maar hier ook Feyenoord. Met een paar behoorlijke wedstrijden. Dus ja, er is niet de reden om dat elftal in 1 keer op de schop te gooien. Dus dat gaan we ook niet doen. Dus in grote lijnen blijft dat intact. Alleen... Ja, ik heb wel rekening moeten houden deze week met het aantal afwezigen. Bijvoorbeeld ook een Valkenburg, ja. Een Bakker die niet in orde was. Malone die niet helemaal lekker was. Nasser nu. Indy. We hebben Mats van Kins. Er zijn echt behoorlijk wat aan de beurt geweest. De dokter, ja. De ook teammanager. Ook. Allemaal ziek. Oké, maat. Nou ja, in principe is het voor mij geen verrassing. Want mag ik zeggen met wie ik denk dat je gaat spelen in de spits? Ja, dat mag je wel zeggen. Juning? Nee. Oh, nee, dan wordt dat adoptionaal. Want ik doe tegenwoordig ook de vermoedelijke opstelling. Doe ik dan met Taki. Nee, als Erik, hetzelfde verhaal. Die heeft het gewoon prima gedaan de laatste wedstrijden. Juning doet het ook goed. En we gaan gewoon kijken. Als Erik ook voor hem geldt, als hij fit is. Goed is, dan verdient hij ook. Want dat heeft tegen Feyenoord en de laatste wedstrijd Willem II. Dat hij die mooie goal maakte, dan heeft hij dat ook gewoon laten zien. Dus laten we hem gewoon staan. Is Zang dan de tweede keuze of nee zit? Nou ja, die heeft zich ook wel laten zien natuurlijk. Maar ja. Ik moet zeggen dat Thomas ook heel hard traint en ook een goede wedstrijd heeft gespeeld in Turkije. Dus het is wel mooi om te zien hoe die twee reageren. Die zijn niet heel blij met mij op het moment. Maar
Dat is profvoetbal. En ik heb periodes meegemaakt in mijn tijd dat ik niet eens uitleg kreeg. Dus de tijden zijn wel veranderd. Tegenwoordig geef je bijna elke speler wel uitleg. Maar in dit geval vechten ze om terug te komen in het elftal. En dat vind ik wel mooi om te zien, dat ze het er niet bij laten zitten. En de weg is nog lang. Dus wellicht komen die kansen voor deze jongens nog. Oké, goede wedstrijd en laat Den Haag ineens huilen morgen. Hè? In de car. In de car. Lekker. Dankjewel. Yo! Nou, zag ik met Shaquille natuurlijk, want je hebt de trainer gehoord. Die gaat spelen. Tenminste, ik weet niet of jullie dat hebben gehoord, maar anders moet je even bij West kijken. Want heb ik het vrij eigenlijk, André, in mijn vraag aan de trainer over Shaquille, dat hij speelt? Heb ik het wel over gehad, geloof ik. Oh, nou, dus jullie weten dat hij speelt. Hij weet het zelf. Oh, sorry, maat. Weet je het zelf al? Ja, ik weet het nu zelf. Je mag het nou ook zeggen? Ja, ik weet dat ik morgen ga starten tegen VVV. Ja. En ik wil gewoon een goede wedstrijd ervan maken en de 3 punten in Den Haag houden. Ja, maat. Ja, jullie zijn op trainingskamp geweest. Is het geweest wat je verwacht had? Ja, we hebben gewoon 2 hele goede wedstrijden gehad. Ik denk dat voor de kijkers denken van dat het misschien niet goed was omdat we 3 in hebben verloren 2 keer. Maar we waren gewoon 2 hele goede wedstrijden. En, 2 goede clubs. Ja, 2 goede clubs staan eerste en tweede in Turkije natuurlijk. Maar we, zoals ik op internet had gelezen, dat we een hele volwassen wedstrijd hadden gespeeld. Alleen je ziet dat op dat niveau nog hoger bijvoorbeeld is dat ding bijvoorbeeld worden afgestraft. Maar we hebben gewoon 2 goede wedstrijden meegemaakt. Een goede trainingsweek, hard gewerkt. En ik denk dat we allemaal staan te popelen gewoon om weer te beginnen. Luister maat, jij bent een jongen van de vitamintjes. Ben jij nog ziek geweest? Want iedereen had een beetje griep en toestanden in het vliegtuig. Ik had alleen een klein beetje het hoesten. Dat was wel irritant. Ik had niet echt een griep, maar gewoon meer het hoesten. Een beetje pijn in mijn keel, maar voor de rest gaat het gewoon goed. VVV, toen jullie in Turkije zaten, trainde VVV, die trainde in dit stadion. Die hadden zeg maar de trainingskamp hier. Ja. Omdat ze wisten dat jullie het koud zouden hebben in Turkije. En natuurlijk gingen hun hier weer 7 graden in de zon lekker spelen. Nou, zo lekker was het ook niet. Het is 1 dag lekker geweest. Maar dan zie ik die gasten allemaal trainen. En denk bij mij, want ik zie ook jullie trainingen. En dan denk ik, ja, wij zijn gewoon beter. Denken jullie ook dat het verhoudelijk, want hun staan boven ons in de competitie? Ja, we praten niet echt graag over anderen. We gaan gewoon uit van onze eigen krachten natuurlijk. Dat is het beste, hè? Dat is het allerbeste, want ik denk dat je wedstrijden wint door jezelf en niet door een tegenstander bijvoorbeeld. Want je kan alleen maar tegen jezelf voetballen. Dus ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd mogen in het kartjeans moeten neerzetten. Ja, ja maat. Wij hebben een programma tegenwoordig erbij, een item, dat hebben ze net gezien. De vermoedelijke opstelling. En daar hebben wij dan het hele dingetje hebben gedaan. Nou, ja, hadden we dan goed. Maar we hadden aan de voorkant hadden we Zang gezet. En toen zegt de trainer ook. Hij zei, ja, Valkenburg, ik ben een jongen. Als je het de vorige wedstrijd goed hebt gedaan, dan blijf ik daarbij. Dus dan, Valkenburg speelt. Ik zei, maar die is 3 dagen ziek geweest en dit en dat. Dat heb ik fout dan, Zang. Wat denk jij? Heb ik het fout? Ja, dat weet ik nog nee, niet. Dat zie ik morgen. Okay. Dat zie ik morgen gewoon. Dus dan is de opstelling ook voor iedereen bekend natuurlijk. En of het nou Erik is of Zang is, nee, ze zijn allebei 2 goede spitsen. Nee. Dus we kunnen ze allebei goed gebruiken. Maat, ik weet ook dat jij voetballend heel veel op kan lossen. En ook het gevaar wat jij bent voor de tegenstander. Omdat je mee naar voren een beetje kent, weet je wel. Je kent dat allemaal lekker. Is dat tegen VVV? Want de trainer, ja, een beetje onsamenhangend misschien deze vraag weer. Maar de trainer die hebben het erover. Ja, ik bekijk het per wedstrijd. De tegenstander bekijk ik. Dus hij vindt voor deze tegenstander, vindt hij jou het beste op die plek. Ben je het daarmee eens? Of vind je dat je elke wedstrijd moet spelen? Nee, ik zeg niet snel dat ik elke wedstrijd moet spelen. Maar ik denk dat als speler je zelf dat altijd wilt. Ja. Dat wil je gewoon altijd voetballen. Alleen het zijn gewoon de keuzes van de trainer. En nu mag ik er staan. En als ik bijvoorbeeld vorige keer weer niet speel, dan moet ik gewoon weer hard werken en mijn best gewoon weer doen. En dan zie ik wel wanneer ik weer speel. Of misschien blijf ik staan, het ligt gewoon aan. Maar gewoon voor alles is het gewoon altijd bij jezelf beginnen. Oké, maat. Nou, ik wens je een goede wedstrijd. Ik hoop wel op winst. En dat jij onwijs een mooie pot speelt. Ik hoop ook op winst. Ik hoop ook dat ik een mooie pot speel. Maar ik hoop het liefst dat we als team gewoon een goede pot spelen. En dat er 3 punten blijven. Prestatie met z'n allen. Prestatie met z'n allen. Want het is goed hè, met het team. Jullie lachen met elkaar. We lachen. We kunnen gewoon weer lachen. We lachen dollen allemaal met elkaar. Dus die plezier moeten we ook gewoon overbrengen in de wedstrijd. En dan hopen we dat we de fans alleen maar
plezier kunnen doen. Okay, man. In het koude weer. Top. Ja, in het koude weer, dat wel. Ja. Trek allemaal morgen een muts en een das. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. Toppie. Yo, dan sta ik met Juni Song, want die heb ik de hele week bezig gezien op dat veld. You don't feeling the cold, hè? Well, I feel a little bit cough because of the weather changing or something. Yeah. Oh, a cough. Yeah, like this. A lot of players got this problem. Yeah, from the airplane. I heard. Yes, yeah. Virus or something. Yeah. How was it in Turkey for you? Well, I spent a really good week and very busy every day, two times training on the pitch, in the gym, and for me it's very important to be there. After a long vacation, and then to start to renew again, to be fresh and feels good. I feel very, very, very important. You are very fresh because I saw you yesterday, 4-4, and in the whole game, you make many goals. That's why I thought you play. I'm happy that you can think about that, but to make goals, it's my job. Kind of, yeah. Mm. Okay, Matt. And you was with Christmas and Oud en Nieuw. You was away to China or you was here? You mean holiday. Vacation? Oh, yeah, vacation. I stay in Europe because it's only minder than 10 days. Yeah. That's why I cannot adapt the jet lag too much. So I decided to stay in Europe. Okay. Yeah. And now the team is ready for VVV. You know the coach from VVV is a friend of us, eh? Okay. That is he was trainer here and player by ADO, Maurice Stijn. Oh, I didn't know him unfortunately, but I think we are ready for the game. Yeah. Yeah. And then party or after the game? Party? I think if we got 3 points, then party for reason. Okay, Matt. A good game. And I see you. Ik denk nog steeds dat hij speelt, hoor. Dus houden we nou in de gaten. Tomorrow. Hey, let maar op. Okay. Thanks. Thanks, man. Thanks, man. Dit was weer het ADO-journaal natuurlijk. Hè. We hebben gesproken. Ik zat er helemaal naast waarschijnlijk. Maar ik heb nog steeds het vermoeden dat hij wel gaat spelen. Maar ja, ik heb er ook geen sjoegen van. En Taki dan waarschijnlijk ook niet. Dit was het ADO-journaal. Lange vrijdagbobbel. Maar wel gezellig, toch? Morgen hebben we een wedstrijd. Kom dan kijken, want er zijn nog een paar kaartjes. Dit was het ADO-journaal. Laat als.